Hallo, ik ben Bobby, developer bij Enrise. Vandaag praten we over Laravel 9. Laravel 9 is vanaf begin februari beschikbaar en het zit vol toffe nieuwe features, verbeteringen en meer. Ik ga er wat meer over vertellen, zodat je precies weet waarom je naar Laravel 9 zou moeten updaten. Naast nieuwe features is Laravel 9 ook een LTS-release, met support tot en met februari 2025. Met de introductie van Laravel 9 is er een basis gezet om informatie vanuit Artisan op de command-lijn en er mooier uit te laten zien. Dit zien we nu al terug bij het draaien van paper Artisan route list. Naast paper Artisan route list heeft ook het command paper Artisan test een makeover gekregen. Het is nu mogelijk om de optie coverage mee te geven, waardoor je een heel duidelijk overzicht krijgt van je testcoverage en dat ziet er ook nog eens heel mooi uit. Onze vrienden van Spatie hebben hard gewerkt aan een verbeterde versie van Ignition. Ignition is de errorpagina van Laravel als er iets misgaat in je applicatie. Met een nieuwe look en meer informatie op de pagina helpt het je nog meer om makkelijker bugs op te lossen. Tot slot is er ook functionaliteit toegevoegd om bestanden direct in je editor te openen. Laravel heeft nu ook een API-optie als je een nieuw project start. Dit is perfect als je alleen een backend nodig hebt. Standaard komt het met Laravel Sanctum Authenticatie API, wat opgezet is voor een JavaScript frontend. Daarnaast is het nu ook mogelijk om Laravel Breeze te draaien met een Next.js frontend. Ook hier is een nieuw command beschikbaar voor gesteld. De Laravel package hiervoor heet Breeze Next. Tijd om wat meer de code in te duiken. Vanaf Laravel 9 is het mogelijk om accessors en mutators te definiëren in een functie. Dit maakt je code een stuk overzichtelijker. Daarnaast is er ook nog het voordeel dat net als bij casting de functie automatisch gecached wordt. Mocht je deze waarde vaker gebruiken, dan is die vanaf nu een stuk sneller. En dan nu de verbetering waar ik zelf het meest op heb zitten wachten. De Query Builder interface. Er is nu een interface die gebruikt wordt op alle plekken waar een Query Builder gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan Eloquent zelf of de losse Query Builder, maar ook relaties. Die hebben nu allemaal één interface die type hinting in Laravel een stuk beter maakt. Naast die interface zijn ook alle query builders uitgebreid met alle methods die op de interface beschikbaar zijn. Functies zoals toBase en selectSub die misten op bepaalde relaties. Je ziet het, Laravel 9 biedt een heleboel toffe dingen. Met deze LTS-release kan je weer even lekker vooruit. Heb je hulp nodig met je applicatie naar Laravel 9 brengen? Ga naar enrise.com voor meer informatie en de contactmogelijkheden.